Welkom bij een nieuwe vlog. Olivia loopt weg, want die hoort Sinterklaas. Het is vandaag zaterdagochtend. En ik ben net naar een sale geweest van Designer Vintage. Die hadden een sale, dus toen heb ik twee tassen gekocht. Deze. Chanel tas. Vind ik echt heel cute. En... Prada tas, zie ik ook heel cool. En hier zit ook een riem bij, dus je kan hem ook deze eraf halen en hem dan als riem omdoen. Dat vind ik ook wel leuk. En een Chanel ketting, die heb ik om. Deze. Ja. Dus, voor de rest zijn we gewoon lekker thuis dit weekend met Olivia. En we gaan naar mijn vader straks. En voor de rest... Heb je niet echt iets gepland, hè? Ja, een beetje casual. Beetje casual. Ja, dus kijk gezellig mee. Hey guys, good morning. Het is zondagochtend. Ik had gisteren niet meer gevlogd, want we zijn naar mijn vader gegaan. En dat was het eigenlijk. Nu zijn we al even wakker. Het is 9 uur. Olly was om 7 wakker. En ik bedacht me dat het vandaag 2 december is. Ik doe dit jaar geen vlogmas, I'm sorry. Maar ik heb wel allemaal adventkalenders. Er staan er een paar op kantoor. Maar ik heb thuis er eentje van Dior. En ik bedacht me, oh, ik moet ook even mijn beste vriendin is vandaag jarig. Die moet ik even bellen. Ik moet Jo even bellen, Sander, die is jarig. Yay. Want het is dus 2 december. But the point I wanted to make... Gaan we lopen? We gaan niet lopen. Is dat? We de adventkalender gaan openmaken, maar ik wil het ook op stories doen. Dus hoe gaan we het vloggen en op stories doen? Ik doe het. Wacht, ik ga eerst laten zien hoe die eruit ziet. Druk het op stories. Wacht even. Hij ziet er zo uit. En dan maak je hem zo open. Wauw. 1 zie ik. En daar is 2. Dit is zo amazing. Noor is nu al 5 minuten bezig feestje, mama. Om dat ding open te krijgen. Olly, je krijgt het er niet uit. Nee, ik moet dat hele ding open. Ik heb letterlijk 12 ook al opengetrokken. Not funny. Zal ik het even met beleid doen? Ik doe dit met beleid. Nee, maar zeg maar met Twents beleid. Okay. Ik hoop zo dat je het er niet uit krijgt. Dit is het? Ja. Het gaat je niet lukken. Want dat is vuurwerk. En zo, lieve dames en heren. Wat is dat dan, Olly? Hebben Olly nog helemaal niet gefilmd? Heb jij dit getekend? Heb jij dat gedaan? Ik. Heb jij dat gedaan? Ja. Dat lukt, oké. Okay. Best mooi. Wat zijn het? Bootjes voor olifanten. Bootjes voor olifanten? Dit is voor mannen. Dit is echt zo schattig. Dior, kom. Het is voor jou. En terecht. And now I'm going to open the second one. Oeh, and that one is for me. Noor. Ja? Noor, kan je misschien een vinger eronder en een vinger erboven en dan langzaam? Ja, goed zo. Wat is het? Dit is voor de huid. Dit is denk ik een glimmer voor in de foundation. Mag ik ook? Ja, even wachten. Ik vind het wel heel slim van Dior dat het eerste cadeautje voor mannen is. Ja, dit is... Ja, ook? Voor... Concentrate for face and neck. Concentrate for your face. Leuk man. Ja, yeah, it's very cute. We gaan afspoelen. Dan gaan we afspoelen. Laat het nog zien, kan je ze vasthouden en dan omhoog houden?
Nee, die, dat hele ding. Dat is mooi, hè? Ja, dat is echt. Dat is echt prachtig. En hoe is het met jou vandaag? Goed. Ja? Ja, we moeten deze afspoelen, drogen. Is er Sinterklaas gekomen? Echt waar? Dat is niet normaal. Olly! Goedemorgen. Olly! Ik zou daar staan, hè? Wat is dit nou? De zak van? Oh jongens, ik ben net wakker geworden. Het is zondag. Ik had net geploegd toen mijn moeder was gekomen. En die had tenminste en Sinterklaas cadeautjes meegenomen. Die waren bij mijn moeder bezorgd. En toen is Olivia meegegaan naar mijn moeders huis. Toen gingen wij een documentaire kijken over Trump op Netflix. En we hadden echt, ik had echt plannen. Ik dacht echt, ik ga oliebollen eten. We gaan kerstinkopen doen. We gaan leuke foto's maken. But I fell asleep. Like I always do. Dus ik heb geslapen en het is nu 5 uur en ik ben wakker. En nu gaan we naar Leiden. Naar mijn moeder, waar Olivia is. Die gaan we ophalen. Dan gaan we daar eten. Sander gaat daar koken bij mijn moeder. En dan gaan we naar huis. Schoonmoeder.nl. Gaan we naar. Heb je de sleutel bij je? Ja. Dan gaan we naar huis. Het is zo warm. Het is zo warm buiten. Het is de warmste dag sinds ever. Het is echt crazy. Het is nog nooit zo warm geweest op 2 december. Lekker. Ik heb wel parfum nog op gedaan. Jij ruikt naar By the Fireplace. By the Fireplace. Van Margiela. Ik wil zo lopen. Zo. Nee, nee. Zo. Ik wil zo erin. En morgenochtend, ik ga naar Kaapstad. Morgenochtend? Nee, ik ga naar Kaapstad voor werk. Over 3 weken. Of 2 weken. Morgenochtend naar Den Haag, omdat ik een werkvisum nodig heb. Moet ik die aanvragen. Volgend weekend gaan we naar Duitsland vliegen. Zellig, met de hele fam. Met de hele fam. Ik hoop dan dat je dan niet Miss Grumpy Face bent. Als we naar Duitsland gaan? Ja. Ja. Noor heeft hard gewerkt dit jaar. So she's Miss Grumpy sometimes. Ja, I'm a little bit tired. I am not going to lie. Alhoewel ik niet vind dat ik te hard gewerkt heb, ben ik wel moe. Maar goed, ik heb gewoon veel slaap nodig, I guess. Maar kijk, als je doet wat je leuk vindt, is het gewoon moeilijk in te schatten of je wel of niet te hard gewerkt hebt. Oh ja, ik wilde nog zeggen, morgen komt jouw single uit, hè? Even praten. Ja, sorry, maar ik bedacht me niet dat jouw single uitkwam en dat ik dat wilde vertellen. Ja, maar laten we het niet over mij hebben, ik ben niet belangrijk. Jawel. Vertel even dat je single morgen uitkomt. Mijn single komt morgen uit. Maar is morgen toch? Ja. Deze auto. Dit is een Jaguar. Die rijdt op... niet op benzine. Maar op... Hoe heet het? Waar rijdt deze auto op? Ik kom er gewoon niet op. Op elektriciteit. Op elektriciteit. Woe! Ja, deze stoel staat zo ver naar voren. Dat is omdat ik met Olly achterin heb gezeten. Wacht. Ik ben zo dom. Ik haat mezelf echt. Hoe gaat die stoel naar achter dan? Hoe gaat die stoel naar achter? Nou, met de... Maar waarom ben ik zo'n dom mens? Oh, ik heb hem. Ach ja, schat. Sommige mensen zijn gewoon lekker, zien er lekker uit. En sommige mensen zijn slim. Wow, thank you. Nee. I was just kidding. Maar dat elektrisch rijden in deze auto is wel echt top. Ik weet niet. Het is gewoon nice. Ik vind hem echt, deze auto. Hij rijdt zo stil. Misschien had ik niet moeten vloggen nu ik net wakker ben. Ik heb het. Oh, het is chagrijnig. Het is weer chagrijnig. Nee. Ik heb het toch uitgelegd. Je zou mij nog een voorstel doen binnen 24 uur. Heb je er nog over nagedacht? Ja, yeah, I want to marry you. Wat bedoel je? I don't know what you mean. Voorstel van een kerstliedje. Oh ja, nee, ik heb het helemaal van... Wanneer gaan we filmen? Deze week. Noor gaat een kerstnummer opnemen.
En dan ga ik anders weer bij assisten. Maar we gaan een classic gaan we een beetje... Ik weet welke ik wil. Weet ik. Ik ben heel benieuwd of jij dezelfde in je hoofd hebt als ik. Ik wilde een kerstliedje zingen en op YouTube zetten. Dat leek me echt heel erg leuk, omdat het een keer wat anders, iets anders is. Oké, okay. We gaan nu allebei tegelijkertijd zeggen welk liedje in ons hoofd hadden, oké? Okay? Ik weet niet wat jij in je hoofd hebt. Jij weet niet wat ik in mijn... Nee. Oké. Okay. 3, 2, 1, Blue Christmas. Oh, je zei God. Niks. Ja, ik... Okay. Wat wilde jij zeggen? Ja, ik wil eigenlijk Simply Having a Wonderful Christmas Time. Want dat vind ik echt het mooiste liedje. Ah, ik vind Blue Christmas heel leuk, van Elvis. Blue Christmas is ook heel tof, ja. Cool. Let's go for it. It's gonna be Blue Christmas. Ja? Ja, 1000%. Kunnen we dat morgen opnemen? Nee, morgen niet, maar ik ga een hele toepasselijke studio in een kerk regelen. Kunnen we dat dinsdag opnemen? Ga ik van de week even regelen. Kijken of dat allemaal lukt. Okay. Het is op dit moment is het natuurlijk gewoon zondagmiddag 5 uur. Kan wel heel veel. Ik ben wel echt wel ja, een bijzondere maar jongen. Maar ga jij dan... Dus jij gaat dan iemand regelen die de muziek doet, zeg maar. En dat ga jij bij helpen? Nee, ik kan de muziek voorbereiden. En ik kan het naar de studio meenemen. En als we het dan opnemen, dan moeten we even in een... Ik ga het dan ook op Instagram zetten. Professionele vocal booth. En zo. Ja, leuk man. Super tof. Ja, maar het is leuker als het een soort van live is, toch? Ja, oké. Maar kijk, laten we eerlijk wezen. Je kan wel goed zingen, maar of je dat in één keer zeg maar strak doet. Ja, maar ik kan het toch 10 keer doen. Ja, oké, maar dan kan je het dan niet live doen. Maar je kan wel een Insta-story ervan maken. Of misschien Insta live of zo, toch? Dat is toch leuk? Dat kan. Ja. En we gaan natuurlijk wel een beetje een gekke moderne versie ervan maken. Ja. Beetje crazy, beetje Black Neon-achtig. Nee. Ja. Niet te modern. Ik ben niet modern. Nee, oké, maar ik wel. Dus dan... We'll find a way in the middle. Oké, we hebben 3 nieuwe lievelingsartiesten deze week. En soms vind ik 5 jaar lang niet een nieuwe lievelingsartiest. Luister ik 5 jaar lang naar Bob Dylan en Tupac en John Mayer en zo. Maar deze week heb ik 3 artiesten die ik heel leuk vind. En ik ga ze nu in het beeld uitschrijven. En jullie moeten het maar checken. Nummer 1 heb ik, Hobo van Johnson. Heb ik van Sander. Dat is Hobo Johnson. En dat vinden we gewoon heel tof. Het is gewoon echt super... vernieuwend en die jongen heeft zoveel passie in zijn ogen en het is gewoon super vet. Super raw. Super raw. Heel exciting. Artiest nummer 2 die ik deze week ontdekt heb is Rustin Kelly. Ik ga hem in beeld zetten. Ik vind het nummer Jericho heel mooi. Zal is ook hier in beeld zetten. Ja. Maar ook wel veel andere liedjes van zijn album Dying Star. En nummer 3 is Cassius Clay. Best wel veel mensen kennen hem waarschijnlijk al. En nummer Cold War. Ja. Vind ik heel vet. Ja. Wat maak jij voor een epic omweg? Ja, klopt. Omdat ik net stond op een plek waar de oplaadpunt bij ons in de buurt oh, is. Oh ja, dan moet je zo eromheen hebben gelijk. Ja. Ja. Nou, maar als je nou gewoon zelf je rijbewijs haalt, dan kan je dat in het voorhand zelf gewoon doen. Vorige week werd ik aangehouden. Pas met mijn collega waren we ergens, we hadden de auto verkeerd gezet en ik bleef in de auto zitten en zij liep ergens naar binnen. En toen ontstond er een file omdat de auto's niet langs de verkeerd geparkeerde auto konden. Dus toen rende ik de auto uit om haar te halen en toen kwam er politie naar me toe en die zei, kan je die auto wegzetten? Dus toen riep ik zo, sorry, ik heb het verteld tegen jou? Nee. Ze riep ik zo, sorry, nee, ik heb geen rijbewijs, sorry. Toen zei hij, ja, geloof je het zelf? Ik zei, ik heb geen rijbewijs. Hij werd helemaal kwaad. Ja, dat vind ik wel heel raar. Ik zeg, wat is daar raar aan? Ik heb geen rijbewijs. Ik dacht echt, één zie ik er zo oud uit dat het raar is dat zo'n oude vrouw geen rijbewijs heeft. Dat was mijn eerste gedachte. Dus ik praat filmpjes 8,5 minuten op zich een hele vlog. Ik ga het even beëindigen. Nee, ik vond het echt superleuk. Ik ben eigenlijk net begonnen. Want ik wil eigenlijk weten wat mensen luisteren. Want we hebben het nu over wat ja, jij luistert of wat wij luisteren. Goed idee. Maar ik zou wel willen weten wat mensen tof vinden qua muziek. En ik zet Sander's nieuwe single, die is nu uit trouwens als de vlog erbij komt. Cool. Dus blijf hem streamen. Komt het ook op YouTube? Ja, ja, video. Ook nu al, zeg maar. Volgens mij morgen. Oké. Okay. Dus blijf hem streamen op Spotify. Dat is het belangrijkste. Yes. Kijk hem op YouTube, het videoclip. En je hoort hem in deze vlog ook, uiteraard. Ja. Dus voor iedereen die blijft zeuren, wanneer komt Sander's muziek eindelijk uit? Dus go and stream. Yes. Good morning. Ik ben weer live vanuit de auto. Ik heb gisteravond voor het laatst gevlogd in de auto. Toen heb ik 9 minuten gevlogd. Oh my god. Pratend. En nu ben ik weer aan het vloggen vanuit de auto. Maar vandaag is een beetje irritant. Ik moet namelijk zaterdag voor werk naar Duitsland vliegen. Dus ik heb legitimatie nodig. En ik heb alleen een paspoort. Ik heb geen ID-kaart.
Oké, het is een lang verhaal. Ik ben slecht in verhalen vertellen. Ik moet in ieder geval nu... Ik moet naar mijn paspoort brengen, nu naar Den Haag, voor mijn Zuid-Afrika werkvisum. Die ben ik dan dus kwijt. Dus we dachten, dan vragen we eerst, voordat we naar het consulaat gaan in Den Haag, even een visum aan, dat ik zaterdag het vliegtuig in kan. Dus ik had pasfoto's laten maken voor mijn Zuid-Afrika visum. Die waren te groot voor een identiteitskaart. En het pasfotoautomaat was kapot op het gemeentehuis. Dus ik kon niet mijn identiteitskaart aanvragen. En ik heb een afspraak waar ik al te laat voor was in Den Haag. En als ik mijn afspraak mis, kan ik ook niet naar Zuid-Afrika. Dus nu kies ik ervoor om naar Den Haag snel te gaan en geen ID-kaart te hebben. Dus ik ga daar zeuren of ik mijn paspoort versneld terug kan krijgen met het visum erin. Wat denk ik niet kan. Dus ik vermoed dat ik zaterdag geen legitimatie heb om het vliegtuig in te gaan naar Duitsland. Of ik zeg mijn werk af, of ik ga met de auto naar Duitsland. Either one of them. Maar goed. Laten we naar daarna gaan. Oké, ik ben terug uit Den Haag. We zijn even naar tuincentrum Osdorp gegaan. Maar ik heb nu niet genoeg tijd. Ik kom hier echt terug. Het is hier zo leuk. We gaan hier echt alle kerstinkopen doen. Maar het is echt amazing. Dit zijn overigens geen kerstspullen. Het is hier echt heel chill. Heel veel mensen hadden dit getipt. Ik ben echt mega excited hierover. Maar goed. Ik weet wat hier allemaal te koop is. Dus ik ga later terug. Ik doe gewoon, wij zijn aan het lunchen. Hi Sander. Ik ben maar thuis. En je single staat op Spotify. Oh my god, yes. Cool. Ah, ik heb het net gepost op mijn stories. Ik hoop dat ik veel swipe-ups krijg. Denk het wel. Ik hoop het ook. Oh, was wel leuk, want op Insta had ik het kwart. So that's cool. Wat is er met Insta? Dat die foto hard gaat van de release. Oh, leuk. Ja, mensen vinden het denk ik heel leuk. Cool. Yes. En wat ik nog wilde zeggen, vergeet ik de hele tijd. Deze vlog komt woensdag online. Zondag is er een kerstmarkt van Vogue. Heel cool. En daar staan we met Summer Someday. Gaan we ook alle scrunchies en haarbanden en van alles verkopen. In de tuin van het College Hotel. Dus als jullie het leuk vinden om daarheen te gaan, is aanstaande zondag. En ja, dat kan leuke dingen shoppen. Ik denk dat ik er zelf niet ben. Want ik ga er nog even vanuit dat we in Duitsland zijn. Hoe je nou aan met auto? Ja, maar komt zonder paspoort, dat ga ik niet riskeren. Ja, dat is dan juist. Dat is helemaal prima. Ja? Ja, natuurlijk. Oké. Oké, ja, dat was het. En ik ga de vlog afsluiten en een nieuwe beginnen. En, oh ja. Ja, deze komt woensdag online. Vergeet je niet te subscriben. Vrijdag komt er een extra video online. Want ik doe dit jaar geen vlogmas, maar ik wilde toch een aantal extra video's maken. Dus er komen best wel veel extra video's online. So, stay tuned. I'm a London girl. I'm a London girl. I'm a London girl. I'm a London girl. Y'all know about me. Adidas crop, walking any Filey. I'm a London girl.